Voor een college van ministers en minister-presidenten verduidelijken de CEO's van Zeeland Seaport en de haven van Gent hun intenties om in april 2017 te fusioneren. Officieel is het een merger of equals, een samensmelting van gelijken. De beide havenbedrijven die nu op Europees niveau nog vrij kleinschalig zijn, duikelen door de fusie de top 10 binnen. Samen genereren deze complementaire havens momenteel 95 miljoen euro omzet. We hebben heel grote industrieën die complementair zijn. Kijk naar Dow en Axelor en de projecten die zij samen willen doen. Dus we zijn bijzonder complementair. Ook zelfs naar diepgang toe heb je heel grote diepgang in Vlissingen. Heb je een sterker weefsel van industrie in Gent. En we kunnen een veel beter aanbod doen in die zin ook naar nieuwe klanten en bestaande klanten. We hebben vast kunnen stellen aan de hand van een zeer goed rapport dat ondersteund is door McKinsey, dat het zowel voor de havenbedrijven als voor de bedrijven in de haven, maar ook alle regio's, zowel Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, maar ook Zeeland, zeer positieve voordelen heeft. Ook strategisch zijn er veel overlappingen. We zijn industriële havens, bulkgoederen, sterk toegevoegde waarde, sterke tewerkstelling. Het is eigenlijk heel logisch en een natuurlijke huwelijk. Dus ik ben ervan ook overtuigd dat we daar finaal zullen landen. Het kanaal is de levensader in de gemeenschappelijke infrastructuur. Door de gespecialiseerde combinatie van industrie en logistiek zal de slagkracht van de nieuwe haven aanzienlijk verhogen. Efficiëntere investeringen moeten bovenop de normale groei 15% meer inkomsten genereren. Banenverlies zal er niet zijn. Bij onszelf zal er geen banenverlies zijn. Dus wij geven de garantie aan alle medewerkers dat ze niet alleen hun baan houden, maar ook hun huidig statuut kunnen houden. Dus wij gaan aan Nederlandse kant en aan Vlaamse kant behouden wat is. We gaan uiteraard een aantal dingen integreren. Je moet zo snel mogelijk vanuit één beslissingscentrum uw management gaan leiden en vanuit één beslissingscentrum de haven leiden. Maar dat betekent niet dat er banenverlies zal zijn bij één van de twee bedrijven. En het versterkt deze regio op vlak van toegevoegde waarde, op vlak van jobs, op vlak van investeringen. Dus dat is echt wel een mijlpaal. En als je dat kan doen in eigen stadhuis op een top Vlaanderen-Nederland, ja, dan maakt het nog bijzonderder. Momenteel staan beide havens garant voor om en bij de 100.000 jobs in 550 bedrijven. De nieuwe sluis in Terneuzen zal de werkgelegenheid nog aanzwengelen. Tussen de beide havens ligt wel nog een landsgrens en er zijn culturele verschillen. Het zijn kleine puntjes en komma's in een groter plaatje. Maar hoe snel zal het nieuwe bestuur als één man kunnen ageren? Als je vanuit één onderneming denkt dat het dan op een bepaald moment niet meer uitmaakt. Je wil gewoon dat je bedrijf en de bedrijven uit je havengebied het goed doen. Zeeland Seaports is zelf een fusiehaven. En ooit heeft men diezelfde vraag gesteld. Wordt er alleen naar de noordkant van de Westerschelde gekeken of naar de zuidkant van de Westerschelde gekeken en wordt er niet de ene bevoordeeld of de andere. Na een tijd zijn die bloedgroepen verdwenen en is iedereen gaan werken in het belang van de totale onderneming. En ik veronderstel en ik geloof, ben er rots van overtuigd, dat met de goede wil van de mensen die aan dit project werken, dat dit ook hier zal gebeuren. Over een paar zaken is nog geen consensus. Komt er een nieuw fysiek epicentrum? En waar? En misschien even belangrijk, hoe zal de nieuwe haven heten? En dat wordt wellicht nog een van de moeilijkste vraagstukken, ook een van de boeiendste vraagstukken. Want het moet voldoende klinken en het moet ook voldoende weergeven dat we met deze combinatie in de top 10 van de Europese havens van tonnage komen en in de top 5 of zelfs top 3 van havens qua toegevoegde waarde. Ook over wie de nieuwe of oude CEO wordt, moeten beide partijen nog aan de tafel. Wij zien vier mogelijkheden. Ofwel zal het Jan Lagasse zijn, ofwel zal het Aan Schalk zijn, ofwel zal het iemand totaal nieuw zijn, ofwel zullen het misschien een paar jaar beide zijn om alles goed te laten verder gaan. Alle antwoorden krijgen we te horen in de lente van volgend jaar. Niet doen, dat zou pas een historische vergissing zijn. We moeten dit momentum grijpen. De neuzen staan ook politiek in dezelfde richting. Laat er ons voor gaan. Ik denk dat onze beide regio's er echt sterker van worden.